Cocktail. En hier kijk ik alweer een tijdje naar uit. Een nieuwe cocktail van Tess Possemus, beste vrouwelijke bartender in de wereld. Hi. Yes, hi. Gaat alles goed met je? Het gaat heel goed met mij. Ja, ik had een beetje een griepje te pakken. Ben ik weer gelukkig bovenop. En omdat... Lekker met een drankje op de bank. Precies. Nou ja, eigenlijk, ja, vooral veel thee eigenlijk. Heb je allemaal meegenomen? Ja, voor nou, je? Ik dacht, als ik er last van heb, dan zijn er meer mensen die er last van hebben van een griepje. En ik heb natuurlijk al een keer een penicillin gemaakt. Weet je die nog? Was met, ook met, ja. met Schotse whisky was die. Een beetje gember. Nou, dit was natuurlijk een perfecte cocktail voor als je een griepje hebt. Maar een hot toddy, die ik nu voor jou ga maken. Hot toddy. Ook. Ja. Klinkt heel Brits. Dat is het ook. En het is ook het is hot, dus hij is lekker warm. En de basis wederom is Schotse whisky. Welke? Ik heb een 12 jaar oude Cardhu meegenomen. En die heeft van zichzelf een beetje wat honingtinten. Komt uit Speyside. En die honingtinten... Er gaat veel in, hè? 60 milliliter. Die honingtinten gaan supergoed samen met... jawel, geuren, honing. Verspreiden zich door de studio. Lekker, hè? Nou, ik heb het... 3 barspoons heb je nodig. Het komt ongeveer neer op 15 milliliter. Maar wel honing. Ja, en het is ook best wel stroperig natuurlijk, honing. Het lost wat moeilijker op in alcohol. Dus wat je nou kan doen, is dat je het alvast oplost in een beetje van de thee. Maar dat ga ik gewoon niet doen. Want we gaan hier een beetje klooien in de studio. Thee. Een beetje thee. Je wilde thee in een cocktail doen. We gaan thee in een cocktail doen. Dat ga je echt doen? Ja, dat ga ik echt doen. Oké. Okay. Ja. En ik doe er ook een beetje voor de vitamintjes. Hè? Een beetje citroensap bij. 20 milliliter. Zo. Oeh, in de pers. Een beetje meer de pers. Gaat bijna echt een hele citroen in, hè? Precies. Vitamintjes. Hè? We zijn dan grieperig. Zo. Doe ik het even, roer ik het eventjes een beetje door. En dan komt er eigenlijk officieel wat heet water bij. Maar ik denk, hè, die honing, citroen, daar kan ook gewoon heel goed thee bij. Dus ik doe daar ongeveer 100 milliliter thee bij. Ja, daar hebben warme thee, dus het wordt hot. Een hot toddy. Wat voor thee? Maakt dat het uit? Nou, daar mag je dus lekker mee variëren. Officieel is het dus gewoon eigenlijk heet water. Ik heb nu een zwarte thee uit Ceylon gepakt. Omdat ik dat lekker vond in deze combinatie. Maar je kan er ook een kaneelthee of een... je kan er van alles mee doen eigenlijk. En dan schenk je hem gewoon in een glaasje. Zorg er wel voor dat als de thee of het warme water nog erg warm is... dat je dan even een lepeltje of iets in het glas zet... zodat het glas niet snel breekt. Ah, oké. Okay. En dan garneren we hem nog. Ja, stokje kaneel. Oh, kijk dan. Ja, daar kan je dan mee roeren. Als je zeg maar de honing er zelf nog kruidnageltjes gaan erin. Kruidnagels in een schijfje citroen. Ah, het wordt zo lekker. En het leuke van deze is, je kan dus variëren met de soort whisky die je gebruikt. Maar ook met de thee die je gebruikt. En je kan hem voor groepen maken. Als het hele gezin ziek is, het gezin boven 18. Dan kan je gewoon een pannetje met hot toddies maken. En dan een heerlijk slaapmutsje. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, het is echt een... gaat. Oeh. Ja. Cheers. Proost. Ik voel me meteen een stuk beter. Ja, toch? Hij is lekker. Maar er zit heel veel whisky in. Ja, het is ook niet... Je moet hem niet de hele dag door blijven drinken. Maar dat is met geen één cocktail natuurlijk. Helpt het echt, denk je? Nee. Tess, dankjewel. Tot de volgende. BNR Nieuwsradio. Roelof Hemmen.